Zeg je tegen je kinderen, ik hou van jou? Zeker, ja. Okay. Zeker. En andersom? En kijk, eerlijk, nu zeg ik ook tegen mijn vrouw, ik hou van jou naast mijn kinderen. Nou, vroeger niet. Voor schade. Dus, ja. En dat bestaat niet bij ons. Dankjewel. Zo ga ik ook knuffelen. Ja. Oké. Dankjewel. Ondanks of desondanks zijn gewelddadige jeugd heeft pedagoog Abdel Messerraz zijn negatieve ervaringen een positieve wending weten te geven. Zijn vader sprak met harde hand. Een ouderwetse traditie die Abdella maar wat graag wil verbreken. Geïnspireerd door zijn hardhandige opvoeding leert hij groepen multiculturele vaders nu hoe goed vaderschap er wel uit moet zien. Dus betrokken zijn, ja, als vader. Als vader. Ja. En praten met hen. Ja, praten. En als hij niet luistert, dan kan nee, dat is het niet. Ik wakker op. Oké, dit is mooi. Voordat ik me stort in de opvoedworkshop, wil ik eerst wat meer weten over Abdella zijn achtergrond. Het kader van de gezinshereniging, dus 1975, 74, 75. Daar mochten heel veel vaders of heel veel mannen mochten hun vrouwen en kinderen meenemen. Daar valt mijn vader ook onder. Dus hij heeft mijn moeder en ik en een broer heeft hij naar Nederland gebracht. Toen kwam ik als jochie naar Nederland. Na denk ik 4, 5 jaar moest ik naar de basisschool. En toen kwamen problemen. Het probleem was van dat ik een druk kind was. Mijn vader kon me niet aan en ja, ik kreeg ook natuurlijk klappen. Maar toch was ik niet bang voor hem. Het maakte hem echt heel erg boos. Van hoe kan dat zelf mijn broers, volwassenen broers, die zijn, hebben respect voor mij, die zijn bang ook voor mij. En die, dat ik weeg niet eens 15 kilo en die is niet gehoorzaam. Dat kan niet, dus dat heeft echt hem geïrriteerd. Ja, dus ellende kwam tussen vier en acht jaar. En dan kan je ook nog echt zo herinneren wat je vertelt? Ja, kan ik echt herinneren. Maar was het omdat je dan een corrigerende tik kreeg? Of hoe ging dat dan? En wat deed je dan precies? Ik denk dat mijn vader mij echt niet kon begrijpen. Dus mijn vader wist echt niet hoe om te gaan met mij. Want hij is gewend natuurlijk aan harde hand. Dus dat was eigenlijk ook, denk ik, ook toen die tijd ook in Nederland. Gewoon dat slaan gewoon hoort bij de opvoeding. En mijn vader, ik heb nooit een beloning gekregen. Dus alleen maar focus op straffen. Ja, met een stok. Vaak met een stok of met een slipper. Harde slipper. Dus ging het gewoon bijna elke dag ging het zo. Wat deed het met jou als jochie? Eerlijk gezegd, ik had echt gehoopt. Of had ik echt momenten dat ik dacht van ik hoop dat hij doodging. Niet zo onbegrijpelijk dat je als klein kereltje je vader doodwenst als hij je vaak mishandelt. Om er gelijk met de deur in huis te vallen, heb ik wat prangende vragen aan de mannen en vaders die deelnemen aan de workshop over opvoeden. Want zijn zij ook geslagen in hun jeugd? Oké, we gaan beginnen en we gaan echt praten over opvoeding. Ik heb ook geleerd hoe je met een dialoog kunt gaan met je kind bijvoorbeeld. In plaats dat je gewoon tegelijkertijd als je binnenkomt, bijvoorbeeld dat hij iets gedaan hebt of te laat of weet ik veel. Of slechte resultaten van school of incidenten buiten. Dat je gelijk gewoon erop afgaat en schreeuwen, noem maar op. Dat heb ik nu absoluut niet meer. Je gaat gewoon op een later moment even met me aan de tafel even praten. Waarom heb je dat gedaan? Waarom doe je dat bijvoorbeeld? Wat is daar het doel? Waar is het fout? Wat doe je zelf fout? Mooie uitleg. Ik heb een vraag. Ja. Stel voor dat hij toch fout ingaat. Stel voor dat hij iets heeft gedaan wat het niet mag. Hoe ga je mee om? Dan ga je bijvoorbeeld naar kijken waar is hij bijvoorbeeld kwetsbaar. Bijvoorbeeld. Ja. De dingen bijvoorbeeld wat hij echt altijd leuk vindt, dat hij altijd het doet. En dan ga je op dat moment bijvoorbeeld daarop straffen. Bijvoorbeeld te veel bijvoorbeeld de computer. En zeggen, ja, dan krijg je 3, 4 dagen op een week geen computer. Of iets anders waar hij echt gek dol op is. Mooi. Alleen op die manier. Ja, kijk, slaan of geweld, dat lost nooit op. Dat zie je zelf in de wereld, dat het geweld alleen maar erger wordt in plaats dat het afneemt. Dus dat doe je niet? Nee. Okay, mooi. Nee, maar dat lost je niet op. Oké, okay, mooi. Echt mooi. Ik ken hem. Mooi. Goed te horen. Dankjewel. Wie heeft nog nooit pak slaag gekregen?
Iedereen. Pak slag gekregen. Ja. Ik heb al ver gekregen. Mijn vader heeft mij nog nooit aangeraakt. Jouw vader heeft jou nog nooit aangeraakt? Nee, ik ook. Jouw vader ook niet? Hij is nee. Altijd werk. Ja. Ik heb een vader die niet nooit naar school gegaan. Hè. Ja. Dat is de optie die gaat gewoon mij opvoeden. Ja. Slaan, misschien gaat hij gewoon dat niet doen. Maar er zijn ook vaders. Maar dit is mijn vader. Ik ga niet terug slaan. Ja, maar ik maar heb... nu, ik denk, ja, heeft hij gelijk. Dat hij jou geslaagd? Ja, heeft hij gelijk. Ja? Dat ik niet luister. Nee, maar nu heb ik het in mijn hoofd. Ik ga het niet tegen mijn kind doen. Nee. Waarom? Omdat nu is het een andere wereld. Ik hoopte dat mijn vader mij vergeeft, eerlijk gezegd. Ik doe het omdat ik ook voor hem moeilijk maakte. Ik begreep dat hij het beste voor mij had, alleen hij wist niet hoe aan te pakken. De enige middel die hij geleerd had, is slaan. Wat zijn nou vooroordelen waar jullie als vaders tegenaan lopen, die niet kloppen? Over Marokkaanse vaders bijvoorbeeld. Te streng zijn voor kinderen. Ze gebruiken geweld bijvoorbeeld. Ze worden kinderen misgeslagen. De vrouwen bijvoorbeeld en al die dingen. En dat vind ik gewoon belachelijk. Hoe komt dat die vooroordelen er zijn? Dat is allemaal van 50 jaar geleden. Of 50 jaar, dat hebben ze gehoord in onze cultuur in Afrika bijvoorbeeld. Maar dat het hier allemaal nog gebeurt, dat is heel amper. Je kent wel een incidentje bij Ainoat, dat gebeurt bij de Nederlandse gezinnen ook. Maar die tijd is voorbij. De jaren zijn wel verstreken, maar Abdella zijn jeugd staat nog steeds op zijn netvlies gebrand. Zijn vader kan hem niet meer aan en stuurt hem op 9-jarige leeftijd terug naar Marokko. Ja, eerst 3 jaar was gewoon een hel. Zo een trend bij Turken en Marokkanen toen, dat heel veel ouders hun kinderen terugbrachten naar Turkije of Marokko. Waarom? Omdat het was ook die angst van, straks ze krijgen een heel andere opvoeding, heel andere, dat is een andere wereld. Dus ik ben bang dat het misgaat. Dus wat ik ga doen, ik ga gewoon in ieder geval tijdelijk terugbrengen naar het land van herkomst, zodat ze de taal kunnen leren, maar ook de cultuur kunnen leren. En als ze terugkomen, dan gaat het gewoon goed. Ik word zo gepest door de leraar, want ik hoorde alleen maar Nederlands koe, Nederlands kaas. Dus zo word ik genoemd. En plus ook extra dat ik ook van leraren veel straf kreeg, omdat ik geen Arabisch kende. Ik had geen basis. Dus ik was eigenlijk echt een... Ja, vaak een slachtoffer. Wat ik deed, dat ik toen echt erger werd, die pijn, ging ik gewoon flauwvallen. Dat deed ik expres. Gewoon flauwvallen. En dan zag je dat leraar allemaal, wat heb ik gedaan? En dan gaan ze volgende keer rekening mee houden. Dus dat was jouw manier eigenlijk? Om te overleven. Om toch te zeggen van, ik ga echt niet knieën. Om het taboe echt te doorbreken onder de multiculturele vaders die een workshop volgen van Abdella, stel ik nog een confronterende vraag. Welke mannen hier hebben nog nooit hun kind geslagen? Ja. Geslagen? Ja. Geslagen, hè? Jij dropt dus. Moet je hand doen. Als je het niet gedaan hebt, moet je hand doen. Moet je hoofd doen, omhoog. Natuurlijk, sommigen hebben kinderen van 18 jaar. En ze hebben natuurlijk van in het begin hebben ze wel een tikje hebben gegeven. Ik merk dat het gevoelig is wat ik nu vraag. Ja. Waarom is het gevoelig? Omdat wij in Nederland hier van een muggetje maken een olifant. We kunnen gaan marcheren en gaan lopen zeggen van dat doen wij niet. Maar ik denk dat dat geen zin heeft. Ik denk niet dat het belangrijk is nu. Ik denk dat het belangrijk is naar de toekomst. Wie gaat zijn kind nooit slaan? Ik had echt een vaderfiguur nodig. En mijn vaderfiguur was mijn broer, oude broer, maar die was ook agressief in ieder geval, want hij heeft het zo geleerd. Mijn ooms waren ook zo. Toen had ik een buurman. Echt arm, heel arm, maar toch voelde ik me op mijn gemak als ik door hen ging. Ze gingen mij echt Koran leren, Arabisch leren, maar ook echt adviezen geven van als ik rook bijvoorbeeld, Abdel, waarom rook je? Dat is niet goed voor je. Als ik dronk bijvoorbeeld, Abdel, waar ben je mee bezig? Als ik ruzie maakte of met verkeerde jongens ging omgeen. Ja, 17 dacht ik, dat gaat niet goed. We moeten echt anders aanpakken. En dat toen kwam met het besef van, je moet goede, juiste vrienden zoeken. Je moet heel veel dingen niet doen. Maar ook dat de beloning van mijn vader zei van, als je je goed doet, dan mag je naar Nederland komen voor 3 maanden. Dat betaal ik alles, maar als je niet goed doet, blijf daar rotten, zo letterlijk.
En toen dacht ik, nee, je hebt alle kansen, benut dat, want anders gaat het mis. Dus heb ik zo gedaan. Dus toen ik naar Nederland kwam, wist ik precies wat ik wou. Dus gelijk naar taal geleerd, Nederlands taal, en daarna naar HBO, afgestudeerd. Maar toen ik naar Nederland kwam, was pas dat probleem, echt die probleemjongeren onder Marokkanen. En toen zag ik ook die afwezigheid van vader, dacht ik, ja, jammer, dat is precies, ik zie heel veel dingen in die jongeren. Alleen ik ben gered, maar die jongeren niet. Ik ben benieuwd of er nog meer hete hangijzers zijn waar de vaders tegenaan lopen. Hoe vinden wij ons kind niet die controleren? Ja, heel goed. Bij je het gebruik van? Van social media. Ja. 's ochtends gaat hij naar school, en daarna naar school, komt hij terug, kan hij magie een beetje spelen. Tot 16 jaar? Ja, tot 16 jaar. En daarna kan je geleidelijk die vrijheid geven. Ik ben Marokkaan, dus moet ik nou Nederlandse cultuur aan de kinderen geven? Maar dan ga je kiezen, dan kies ik alleen voor wat is belangrijk voor het kind. Ja. Het gaat mij niet meer om de culturen, het gaat mij om wat is belangrijk voor je kinderen. Om je kinderen bijvoorbeeld groot en veilig te brengen, bijvoorbeeld op deze samenleving. Ik ken een vader die tegen mij zei vorige keer van, ja Abdel, je mag doen wat je wil. Je mag zeggen wat je wil. Alleen ik heb een kind van 9 jaar, die komt, die zegt van, ja, papa, zijn we slecht? Want ik hoor overal dat we slecht zijn. Stel voor dat die kind binnenkomt. Hoe ga je mee om? Ja, overal hoor je slechte dingen, waar je ook bent in deze wereld. Dat het kind gewoon even gerust stelt. Dat is eigenlijk, je kan niet zeggen, ja, klopt, het kind, het is buiten, ze schieten ze elkaar dood, natuurlijk. Maar dat, al is het zo, maar alsnog ga je het kind alleen proberen geen angst in te zaaien. Ik denk dat je dan juist een andere kant moet laten zien. Hij heeft gezien dat een persoon of een bepaalde groep tegen zijn cultuur of zijn nationaliteit is. Dan laat je een andere kant zien van, nee, kijk, er zijn genoeg andere mensen die dat niet zijn. Maar je moet wel eerlijk zijn dat die er mensen wel zijn. Je kan niet een kind gaan voorliegen en vertellen van, dat bestaat niet. De social media spelen een grote rol. Maar dat maakt het moeilijker. Het maakt het moeilijker. Okay. Ja, ze zijn gewoon verwacht. Kinderen van nu zijn mensen wat spelen. Je beseft wel dat opvoeding, vooral voor migranten, vooral nog erger voor moslims, wordt steeds moeilijker in Nederland. Zeker, daar zijn we bewust. En dat krijgen we ook van vaders. Kijk, nagaan als aanslagen gebeuren, dat is echt de hele 2 weken gaan we alleen maar voor dat. Ik maak me zorgen over mijn kinderen. Ik maak me zorgen over mijn bestaan hier in Nederland. Dus dat is echt voor ons, moeten we hele programma moeten we gaan aanpassen om dat te bespreken. Hoe kan ik mijn kinderen beschermen tegen radicaliseren bijvoorbeeld? Of vervreemden en ontsporing? Dus dat zijn de vragen die vaders echt vaak mee te maken hebben. Wat zeg je dan? Praten met je kind, luisteren naar je kind en onderhandelen met je kind, maar ook afstemmen met je partner en kijk naar gebeurtenissen. Hoe denkt hij op bepaalde dingen, op bepaalde kwesties, op bepaalde aanslagen? Wat denkt hij? Waar denkt hij over? Hoe denkt hij erover? En het meeste waar het misgaat is dat er geen communicatie bestaat.